Deze nieuwsuitzending gaat over vader Malachi Martin. Malachi wordt er gezegd. Het gaat hier om een katholieke man. En er is een interview met hem gedaan 20 jaar geleden of zo. Dat ga ik niet helemaal afspelen hoor. Ik pak eventjes wat puntjes eruit en dan zal ik erop gaan reageren. Als eerste komt de presentator aan het woord. Van het interview dan. En die stelt hem voor. And good evening. Tonight we have a very special guest who it is my true honor and pleasure to have made his acquaintance. He's considered to be one of the most knowledgeable experts on the Vatican in the world. And he's going to talk about tonight to us something that is both timely and relevant to many issues in the world today. Although this program tonight is not about UFOs, it's about intrigue, prophecy, geopolitics, and the New World Order. And something that's on everyone's mind as we rapidly approach the end of this century and the end of the millennium endgame, a term that my guest has used to describe the tour de force of what may be happening today in this crazy world. But more importantly, it's in the midst of all of this, we're going to find some events of supernatural proportions that appear to be directly linked. That is a connection to the apparitions of the Virgin Mary to three young visionaries in a cove in Portugal from May to October 1917. And we're going to talk about that tonight and his latest book that was published, Windswept House. It's out there on the market, on major bookstore shelves as we speak. And it's a very interesting book. So without further ado, I want to introduce my guest tonight. He is, first of all, a very eminent theologian, expert on the Catholic Church, former Jesuit and professor at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. He's the author of the national bestsellers, Vatican, The Final Conclave, Hostage to the Devil, and the Jesuits. He was trained in theology at Louvain. There he received his doctorates in Semitic languages, archaeology, and Oriental history. He subsequently studied at Oxford and at Hebrew University in Jerusalem. From 1958 to 1964, he served in Rome, where he was a close associate of the renowned Jesuit Cardinal Augustine B. and Pope John XXIII. He now lives in New York City. Nu heb ik al een paar keer het woord Jezuïet gehoord. Jullie ook? Dus hij is een Jezuïet en hij studeerde in het Vaticaan ook bij een Jezuïet, een kardinaal. En Jezuïeten, daar gaan we het nog even over hebben, wat die lui op hun geweten hebben. He's also an exorcist and it's my pleasure. Kijk, en dat is er ook zo een. Een exorcist. Dat is een duivel uitdrijver. Ik vind dat je de duivel moet uitdrijven. En ik vind ook dat je dat het beste kan doen met de Bijbel gelezen te hebben. Maar exorcisme gaan doen, dat komt op mij over als het materialiseren van de geestelijke wereld. Natuurlijk is het zo dat je kan denken dat mensen die geestesziek zijn, dat die bezeten zijn van een duivel. En jij hebt het recept om met wijwater en of zoiets, met een ritueel, de boel in één keer te repareren. Oh, nou, maar dat is bijzonder. Dan hebben we ook geen inrichtingen meer nodig om die mensen op te vangen. Dan gaan ze naar, die man is overleden inmiddels. Dan gaan ze maar naar de exorcist. Pleasure again to welcome to the program tonight, Malachi Martin. Good evening, Malachi. Good evening, Michael, and thank you for those very, very kind words. Well, thank you for being on the program. It's a pleasure to have you. It's a pleasure to be with you, I assure you. Okay, well, unfortunately, an hour, we're going to have to cram a lot in here, but... We'll do that under your peerless leadership. Okay, here we go. First of all, what attracted me to you was the book, The Keys of This Blood, which was published in 1990. You have seen, in your connection to the Vatican over the years, you've seen quite a bit of action, if you will. That's right. A lot of people are concerned or curious in the world about the Fatima apparitions. Can you give us a brief overview of what happened there? Well, daar gaat het dan om. In 1917 is er een bijeenkomst geweest. Er waren 75.000 mensen bij aanwezig. En er waren vier jonge mensen, minder dan 10 jaar oud.
Je was er jonge kinderen, nou ja, kinderen onder de 10. En die zeiden dat ze Maria zouden gaan zien. En de club die daar was, die 75.000 mensen, dat is zo'n beetje 3/4 van de bevolking van Arnhem. Die zagen toen met z'n allen de zon gaan dansen. En dat is waar, want er waren 75.000 getuigen bij. Ik vind zo'n fenomeen merkwaardig natuurlijk. Maar ik heb nog gekkere dingen. Nou, of gekker, ik heb ook gekke dingen meegemaakt hoor. En ik weet dat bepaalde vrijmetselarijen, ritualen noemen ze dat dan. Ja, dan vliegen ook de paarse bliksemschichten door de ruimte heen. De vraag is wat je dan doet natuurlijk. En wat je aan het zien bent. In mijn gezelschap is ook wel een keer Ouija board gespeeld. Wij noemden dat toen glaasje schuiven. Ja, dan zie je het ook gebeuren. De woorden en termen vliegen je om de oren. En iedereen met een vinger op het glas heeft zijn ogen dicht. Dus daar kan het niet aan liggen. Well, what happened there was that 75.000 people gathered in a field on the October 13, 1917. 75.000 people from all over Europe, some from the United States, but mainly from Europe. And they were photographed. Kijk, dit vind ik ook raar. 75.000 mensen, voornamelijk uit Europa en sommigen uit Amerika. Ik vraag me af, wie heeft die 75.000 mensen uitgenodigd? Want toen hadden ze geen e-mail, mag ik aannemen. Trouwens, tegenwoordig is het ook nog met social media best moeilijk om 75.000 mensen in een weiland te krijgen. En wat kwamen ze daar dan eigenlijk doen? Nou, luister maar even. Journalists from all over Europe. And oh, er waren ook journalisten bij. Dus? Er zijn allemaal verslagen van. Het heeft allemaal in de krant gestaan of zo. Hammer then. And precisely 12 o'clock the sun started dancing in the sky. There's no way of denying this because so many people saw it and so many photographs were taken. Sorry, hoe kan je nou een foto maken van een dansende zon? Een film, dat zou misschien kunnen, ja. Ja, laat die film dan zien. Is die film niet gedigitaliseerd? Dit heeft ze afgespeeld 20 jaar terug, dat was 1997. Daar had je dan toch die opnames van? Dat iedereen het kan zien, van kijk, en dan iets van een tijdcode erbij, van het was precies 12 uur 's middags, want dat beweert meneer vader Malachi Martin. Dat het precies om 12 uur was. Ja, dat is leuk uit zijn mond. Maar waar is het filmpje dan? Previously had been raining all day and everybody's clothes were wet. Het had de hele dag geregend en iedereen zijn kleren waren nat. Het had de hele dag geregend en iedereen was vergeten om zijn regenjas mee te nemen. Had hij ook kunnen zeggen. Hadden ze in die tijd geen regenjassen in 1917? Of ze wisten niet dat het zou kunnen gaan regenen? En de organisatie had ook niet gezorgd voor een schuildakje of zo? Je hebt toch 75.000 mensen onder je hoede? Dan heb je dus 75.000 bedjes nodig. Met 75.000 kussentjes en 75.000 dekentjes. En dan 3 keer 75.000, dat is dan 3 keer 7 is dan 21. Plus die 15 erbij, dus dan heb je... Even doorrekenen hoor, dan heb je dus 21 plus 15. Ja, reken met, dan heb je dus 36.000 maaltijden nodig. Nee, keer 5. Nee, dit is 2. Ik zou het bijna gaan uitrekenen, maar 75.000 mensen moeten 3 keer per dag een maaltijd krijgen. Hoeveel is dat? Nou, dat is 15 plus 210. Dus 225.000 maaltijden. Nou, op Schiphol, daar heeft mijn vader gewerkt, voor de catering.
Ja, daar vertrekken ook per dag wel wat mensen. Nou, dat was keihard buffel hoor, om al die maaltijdjes voor elkaar te krijgen. Wie heeft dat allemaal betaald? En waar sliepen die mensen allemaal? Het ruikt een beetje naar onzin, hè? All of a sudden, every bit of clothing was dry. En plotseling waren alle kleren droog. Zo zeg. En dat hebben die journalisten allemaal opgetekend. En van die 75.000 hadden we 5.000 journalisten of zo. En waar zijn die documenten dan? As if it had just come back from the cleaners, dry and fresh and smelt beautiful. This is all attested by people who don't believe in God, who have no belief in the Catholic Church. En dit is bevestigd door mensen die niet in God geloven en ook niet in de katholieke kerk. Wat heeft dat met elkaar te maken? Wat heeft de katholieke kerk te maken met christendom? Gaan we het zo dadelijk maar over hebben hoor, met die fijne organisatie van hem, die Jezuïeten. They just saw it happen. And then the sun started bending down as if to shoot against the crowd in all its colors. En de zon boog zich neer en begon te schieten naar de menigte. Is dat correct Engels? Tiring again. And these gyrations went in for one quarter of an hour. And then suddenly they all stopped. And the sun shone normally in its zenith. And that was the end of it all. En toen stond de zon weer normaal aan de hemel. In zijn eigen baan. Want wat is een zenith eigenlijk? Dus toen was alles weer normaal. Nou, geweldig. Ik val stijl achterover. Leuk dat vader Malachi Martin, dat hij dat eventjes zo oplepelt. En dan van geloof me op mijn woord, want ik ben Jezuïet getraind. En ja, je weet hoe de Jezuïeten zijn en die moet je gewoon op hun woord vertrouwen. Hè? That was the miracle of Fatima. Now, the three children, there were three young children, all of them under 10 years old, who announced this, said that the Virgin Mary was going to appear to them on that day, not to the crowd, and she was going to make a promise to them, and she did. And she... Oh, dus het was zo, er waren die vier jonge mensen, die hadden gezegd, op die dag komt de Virgin Mary, Heilige Maria, Moeder van God, die wordt op die dag alleen aan ons vertoond. Oh, en daarom kwamen die vijf, oh, dus ik snap het al. Die vier kleine mensen hebben tegen de voorgangers van Malachi Martin gezegd, nou, op die dag, dan gaan we Maria zien. En toen heeft dus de voorganger van Malachi Martin, die is toen begonnen, heeft allemaal ruiters, kloppen, want ze hadden geen, in 1917, ja, ze hadden natuurlijk wel treinen, dus ze hadden wel brieven kunnen sturen. Hebben ze dus 75.000 mensen uitgenodigd weten te krijgen, dan moet je toch minimaal 40.000 brieven hebben verstuurd. Want niet iedereen reageert natuurlijk op zo'n oproep. En die hebben ze dus ook verstuurd aan ongelovigen. Mensen die niet geloven in God, laat staan in de katholieke kerk. Oh, dus zo zat het in elkaar. En, oh nee, prima. Dus iedereen kwam kijken hoe die vier kinderen, en waren dat dan jongens of meisjes, maar die zouden Maria gaan zien en toen ging de zon helemaal dansen. He gave them three secrets. And the first two secrets they revealed to the world. The third secret was written down on a sheet of notepaper. And finally sent over to the Pope in Rome in the 1950s. Ah, oké, dus ze kregen drie geheimen doorgegeven. En twee daarvan hebben ze gewoon uitgesproken. En de derde is opgeschreven en in een brief, op een document gezet. Nou, mooi. Dat is het derde geheim van Fatima. And it was supposed to be opened in 1960 by Pope John the 23rd. En dat is in 1960 is dat ding pas geopend door Dinges de 23rd. Dus John? Die paus heette stelens weer anders. Maar in 1960. Dus in 1917 is dat allemaal opgeschreven. En toen dacht dus de katholieke kerk, oei, oei, oei. Nou, dat lees ik niet hoor. Want dit is, nou, dit is...
En er was er uiteindelijk een durf al. Een nummertje Hans de Joker, de 23e. Want veel respect heb ik voor pauze niet als je dat niet erg vindt. Dat is voor mij gewoon een principe kwestie om geen respect te hebben voor iemand die zich door jou, dat je die persoon je vader moet noemen. Hij moet je dus vader noemen. Nou, dat staat er echt heel erg duidelijk in de Bijbel, dat je niemand op deze aarde je vader mag noemen. Nee, met uitzondering van je biologische vader. En mijn kind noemt mij gewoon pap. Die zegt niet vader. Vader, kan je even komen? Vader, ik heb een probleem met wiskunde. Nee, ze zegt altijd, dag pap, kan je even komen helpen? En hij wil dus vader genoemd worden. Vader Malachi Martin. Ken je Lachi? Met meneer Martin? Nou, ik denk het wel. Good. And the conditions laid down in that letter, apparently the letter contained conditions laid down by the Virgin the Pope was supposed to obey, the Pope decided not to obey. And the secret that... Oh, dus in die brief, of in dat document, stonden een aantal aanwijzingen en de paus, die moest eraan gehoorzamen en de paus besloot om dat niet te doen. Nee, nou wordt het spannend zeg. Eerst hou je die brief, wat is het, 43 jaar, durf je hem niet in te kijken. En iedereen... En uiteindelijk heeft de Joker, de 23e, die heeft gezegd, nou, ik durf het wel. En hij heeft hem open gedaan en hij zei, oh, maar dat ga ik niet doen. Nee, daar moet je een Hollywood film van maken. Eentje waar ik echt niet naartoe ga. And was put away and hidden. It has been read by Paul VI, Pope Paul VI. It has been read by John Paul I. It has been read by John Paul II. Dat is ook wel leuk om te weten dat Johannes Paulus de I, die is aan het einde van de jaren 70, is die dan tot paus gepromoveerd. Nadat hij jarenlang op een houtje had gebeten met een of andere bruine pij aan. En ze dachten van oké, hij is nou genoeg zijn ego vernietigd. Nou mag hij paus worden. Nou, dat ging leuk voor 33 dagen. En toen werd hij 's morgens niet meer wakker. Ik wens dat ook wel eens. Dat ik denk van, oh heren, laat deze dag aan mij voorbij gaan. Maar ik word iedere keer weer wakker. Ik heb wel een verkouden of whatever. Zo. Maar je gaat natuurlijk niet zomaar dood. Ja, Johannes Paulus de I wel. En iedereen... De critici, die hadden zoiets van, is die soms vergiftigd? Dat had je kunnen ontdekken met een lijkschouwing. Een autopsie, mag je ook zeggen. Maar dat mag niet bij de paus, hè? Dat is ook zo'n ding. Ik ben die achter, weg met die rare paus. Hoezo, als ik zo dadelijk dood ben en mensen denken van, nou, volgens mij is Perry vergiftigd. Ja, snijd de hele boel open. Als je mijn organen maar niet verkoopt aan een Chinees, want dan wordt hij ook alcoholist. Niet dat ik alcoholist ben, maar ik sta zo te boeken. Ja, shit happens. Bij de paus mocht dat niet. Dus dat waren dan die drie pauzen, die hebben dan dat document ook gelezen. Dus, wat was ik alweer? Paulus de 6e. Johannes Paulus de 1e en Johannes Paulus de 2e. Nou, daar weet ik ook nog een leuk verhaal van. Het is jammer dat deze klootzak niet meer leeft. En trouwens, al zou die leven, hij durft toch niet te reageren op een e-mail van mij. Want Johannes Paulus de 2e, dat was toch die... Oh nee, ik vergis me met die vent die daarna kwam. Ratzinger, maar daar gaat hij het ook nog over hebben. It's been read by Cardinal Ratzinger. Ja, Cardinal Ratzinger. Die werd later Benedictus de 16e. En die Ratzinger, die rattenzanger, of rattenzwaaier, wat moet je zeggen? Die heeft die fameuze toevoeging gemaakt aan de kanonieke wet. Want jij denkt natuurlijk dat je hier in Nederland onder de Nederlandse wet leeft. Ja, dat is een subset van de kanonieke wet. En de kanonieke wet, die wordt gewoon bepaald vanuit Rome. Te weten het Vaticaan.
En dan sinds 1540 het nieuwe succesnummer binnen het Vaticaan, te weten de Jesuita. En die bepalen wel even hoe het is. En Benedictus de 16e, in de tijd dat hij nog kardinaal Ratzinger heeft hij opgeschreven dat als iemand zegt dat hij weet dat een priester zich vergrepen heeft aan een kind. Hè, want die mannen die zitten celibitair en hebben af en toe ook wel een beetje behoefte aan... Ja, dan mag je daar niet van vertellen. Want dat is een misdrijf. En nee, die priester in kwestie, die hoeft niet, hoe je zegt, temporeel of mondiaal of binnen de, dat moet je zeggen, het landrecht. Je hebt de recht van het land, dat is altijd de moraal van een gebied. Er zijn gebieden, daar moet je gewoon geen wiet roken. Dan krijg je gewoon ongelofelijke problemen. Er zijn ook gebieden, daar moet je geen alcohol drinken. Er zijn ook gebieden, daar moet je als vrouw niet in je minirok over straat gaan lopen op je hoge hakken. Dat is het landelijke recht. Hè? Recht van het land. En het recht van het land, dat valt onder het kanonieke recht. En het kanonieke recht is het recht van de zee. De stoel van de paus, de positie die hij heeft, die wordt ook wel genoemd de heilige stoel op zijn Nederlands. Op zijn Engels heet dat begrip the holy see, met een S en een dubbel E. Het heilige zien kan je er ook bij denken. Maar het gaat over de zee. Over dat wat alle landen omringt. En daar vallen wij onder als kanoniek recht. Dus als jij een priester kent en die heeft zijn leuter gestoken in een kleuter die jij kent. Nou, hou alsjeblieft je mond, want je gaat de gevangenis in. Dankzij die fijne meneer die hij hier zo even citeert met alsof zijn neus bloedt. En het jammere is dat voor deze ene Malachie Martin, die maljurk, die is nou dood. Maar dan krijg je er 20 voor terug. 200 voor terug. 2000 voor terug. Iedereen wil gewoon een wetje schrijven van, oh, verneuk die kleine kinderen maar. Want de katholieke kerk moet door. En dat onze priesters zich vergrijpen. Ja, nou ja, kom op zich. Je kan wel overal moeilijk over doen. Homo, vind ik het. I read it under privilege and I'm under oath about it not to reveal the exact details of it. Dat is weer ook zo'n bullcrap. Hij mocht het dus ook lezen. Maar hij mag geen details vertellen. Want hij staat onder ede. Ja, hou dan je mond erover. Klojo. En waar heb je het over? Ja, de zon die stond te dansen en er waren journalisten bij en er zijn ook fotografen bij geweest en die hebben foto's gemaakt en er waren ongelovigen bij die een hekel hadden aan de katholieke kerk en die zeiden ook dat het zo was. Wat is dat voor een... Het heeft er geen zin om dat soort dingen te vertellen, of wel? Een beetje sprookjes ophangen en dat is precies wat de katholieke kerk is. Ze hebben van ons, de niet-katholieken, waaronder dus een hele hoop christenen. Mensen die gewoon zeggen, doe mij die Bijbel maar en die priester die mag je in je eigen reet stoppen. Ik hoef niet naar de kerk, want ik kan zelf lezen. Nou, ze hebben er 500 miljoen van ons vermoord. En al onze bezittingen ingepikt, onze vrouwen verkracht. En dat loopt een beetje lollig te doen over een Fatima gebeuren in het begin van de 20e eeuw. Man, ga vooral zo door als je mij echt de pisling wil krijgen. It's not a pleasant document. Het is geen pleasant document. Nou, maar dat is erg. Ik heb hier ook een document staan. Kom, het lukt me wel. Nou, die kan ook het een en ander, hè.
Even kijken waar we zitten hoor. Daar zitten we hier. Over onplezierige documenten. Wat dacht je van dit document? Het boek der martelaren. Dat is ook niet zo leuk hoor. Zal ik even een stukje het voorlezen? Ik ben toch helemaal boos. Wat maakt het uit? Hè? Even kijken. Waar het leukste stukje staat. Het is allemaal één groot drama, man. Hoe ze de christenen hebben aangepakt. Dit is alleen maar inleiding volgens mij. Ik heb dit niet. Dit heb ik niet voorbereid, dat denk ik nu maar. Even kijken. Hier, Cecilia. Een jonge vrouw van een goede familie, gegoede familie, in Rome. Was getrouwd met een man genaamd Valerian. Zij bekeerde haar man en broer die onthoofd zijn. En de Maximus, of officier, die twee leidde naar de executieplaats om hun lot te ondergaan, onderging hetzelfde lot. Oh nee, de officier die ze naar de executieplaats leidde, raakte ook bekeerd, bekeerde zich ook, to repent heet dat. Hij toonde berouw, want waarom zou je mensen die van geloof veranderen moeten doden? Dat doet de katholieke kerk graag, hè? Ik ken trouwens nog een organisatie die graag infidels onthoofd. Het is een woord, het begint met een I. En het heeft 5 letters. En dan komt hij hoor. En dan die dame, Cecilia, die werd in de blote bibs in een kokend bad of zo, scalding bath. Nou, moet je maar nazoeken. En nadat ze daar een tijdje in had gezeten, werd haar hoofd er afgeslagen met een zwaard. In het jaar van onze Heer, en dat is Christus Jezus, dat is de enige die ik, nee, die noem ik geen vader, die noem ik mijn broer. De vader van Christus Jezus, die noem ik vader. Anno Domini, 222. Kijk, ik vind het ook niet leuk om dit te lezen. En die joker hier, die zit een beetje een leuk radio-interview te houden. Maar oh, het was zo erg, want ik heb in die documenten gezien van wat er gebeurde bij Fatima. Nou, dat wil je niet weten hoor, dat is echt een geheim. Gewoon jammer dat die vent overleden is. Pleasant document to read. And that's where the Fatima thing stands at the present moment. Okay, now, real quick, what is a secret? You know, we know what a secret is today, but I understand that the meaning of a secret in this context is a little... Kijk, dat is ook zo leuk. De interviewer wil weten wat de betekenis van het woord geheim. Ja, ik weet dat wel. Sommige dingen zijn gewoon geheim. Ik heb ook zo mijn geheimen. 1, 2, 3. En die hele verzameling van geheimen, dat is mijn geheim. Dat is een geheim. Een geheim is iets wat je niet doorvertelt. Nou, de katholieke kerk die denkt er heel anders over. Die herdefiniëren onze taal. Wat is een geheim? Goed luisteren wat meneer vader Malachi Martin hierover zegt. Yes, it is. It means it's something which is reserved for certain privileged people or certain people with access. Een geheim, dat is iets wat gereserveerd is voor een selecte groep van mensen. Waaronder vader Malachi Martin, die joker. Is dat een geheim?
Ik dacht het niet. Dat betekent dat je iets onder de klep houdt. Wij noemen dat achterkamertjesoverleg. Wij noemden dat. Tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen. Want dan ben je een samensweringstheorist. Oh nee, dat is helemaal niet waar. Want bij de overheid is alles aan plein publiek hoor. Er zijn hier dus een tijdje terug twee meisjes doodgevonden. Dat is zo goed als op dezelfde dag of hetzelfde moment. En ongeveer dezelfde leeftijd. Ja, en we weten nog steeds niet wie het gedaan hebben. Nee, want dat is geheim. Hè? Zo zijn die katholieken begonnen. Hè? Jullie hoeven niks te weten, jullie zijn het volk. Je moet iedere zondag naar de kerk komen. En wij gaan jullie wel vertellen wat er in de Bijbel staat. En trouwens, ze hebben de Bijbel al lang afgeschaft. Dat doen ze ook niet meer aan. Als je tegenwoordig naar de katholieke kerk gaat, dan hangt daar een regenboogvlag. En dan gaat die priester in zijn jurk vertellen tegen al die mensen van, ja, ik zie eruit als een homo. En jullie moeten respect hebben voor mij, dus ook voor homo's. En ik neuk af en toe kleine kinderen, maar dat doet een homo ook af en toe hoor. En daar moet je ook niet moeilijk over doen. Wat ben ik nou te grof? It's more or less what we call a secret confidential document for which you must have a clearance in the State Department, say. That's sort of a secret. Okay. Because for me, a secret is normally something known only by two people. Yeah. But this is known by hundreds. Okay, now, this... Oh, okay. Voor hem is een geheim, normaal gesproken, als het gekend wordt door twee personen. Nou, daar ben ik het al niet mee eens. Want ik heb gewoon mijn geheimen. Ik heb dingen meegemaakt in mijn leven. Die heb ik echt zelf veroorzaakt. Alle verantwoordelijkheid ligt naar mij. En ik ga mensen niet vertellen wat ik gedaan heb. En dat is niet omdat ik me ervoor schaam. Maar dat is gewoon omdat ik dat niet vertel. Ik zou dat wel kunnen doen. De hollen mensen gillend van me weg. Wat? Heb je dat gedaan? Dat ik zeg, kom terug, ik bedoel het niet slecht. Ja, dan kan ik het beter maar geheim houden, denk je ook niet? Maar voor hem is dus een geheim. Twee mensen, en in zijn geval, bij zijn organisatie, honderden mensen. Oké. Particular incident, the Fatima incident. The first two secrets that were divulged to these children in Fatima, right. All of those came true. They did. The Virgin predicted the Second World War. And the dat is leuk. De maagd, de Virgin, voorspelde de Tweede Wereldoorlog. Er is een brief geweest van Albert Pike, nauw verbonden aan de katholieke kerk. Die in de 19e eeuw aan die man, Mazzini heette die, een mooi plan schreef voor de Eerste, de Tweede en de Derde Wereldoorlog. Nou, het lijkt me ook geen wonder dat als dat plan al geschreven is en Mazzini heeft niet een brief teruggestuurd met allemaal arsenicum erin of zo, van you go dead, yo mofo, wat ben je van plan, man? De hele wereld in vuur en vlam te zetten. En dan kan je zeggen, ja, maar Christus Jezus heeft ook gezegd, ik ben niet gekomen hier om vrede te stichten. Ik ben hier gekomen om iedereen tegen elkander op te zetten. Maar dat zei hij aan plein publiek. En die brief van Albert Pike, dat was er lekker zo'n geheimpje. En dat heeft hij het allemaal keurig en uitgeschreven. Hoe ze een samenleving gaan maken waarin uiteindelijk alleen nog maar atheïsten en nihilisten zullen voorkomen. En dan komt de Derde Wereldoorlog. Na de Derde Wereldoorlog. En die moet nog komen. Een beetje ISIS-gezeur daar in Syrië, maar wat stelt dat voor, man? Stelletje jongens die helemaal niet kunnen vechten, laat staan. Echt genocide plegen. ISIS zit een beetje moeilijk te doen en ze vallen Israël helemaal niet aan. En waarom niet eigenlijk? Ja, niet dat je de Israëliërs moet pakken, want die hebben het al moeilijk genoeg. Maar zo Netanyahu. Pak Netanyahu! Bibi Netanyahu.
Die zei van 11 september, hè, toen met die aanslagen. Hij zei, dat is een goede zaak. Ja. Pak hem dan. Die derde wereldoorlog, daar is helemaal niks van terechtgekomen. Allemaal heel jammer. Het tempo is eruit. Stelletje sukkels. En dan daarna, na die derde wereldoorlog, zouden er dan maar twee prevalente, dus veel voorkomende geloven zijn. Namelijk het atheïsme en het nihilisme. En dan stond in het plan van Albert Pike, Albert Snoek op zijn Nederlands. En dan begrijp je wel dat dat een artiestennaam is, net als Jozef Stalin en Dinges Lenin. Leon Trotsky. Ja, hij zei Pike dus, hè, Albert Pike. Die atheïsten en die nihilisten, die nog tegen elkaar opzetten. En dan hebben de mensen echt helemaal geen geloof meer. En zijn ze klaar om ons geloof te ontvangen. Ja. Dus ik denk dat ze gewoon dat hele ding daar in Fatima, dat is, het doet me denken aan dat meisje wat toen in de jaren 90 stond te huilen bij de Verenigde Naties. Want ze was zogenaamd een verpleegster uit Kuwait en dat was ze helemaal niet. Ze woonde al sinds jaar en dag met haar ouders in Amerika, waar haar vader ambassadeur was namens Saoedi-Arabië of zo. Of Kuwait, dat maakt ook niet uit. Maar zij was daar dan zogenaamd bij aanwezig geweest en ze stond te snikken. Ja, en toen hebben ze de baby's uit de couveuses gehaald, op de grond gesmeten. En ze daar laten liggen om dood te gaan. Ja, oh. Yeah. Er was één grote psyop. En dat zouden ze toen niet gedaan kunnen hebben? Nou, ik denk het wel op. Timing of it. And she also predicted, or she revealed to them what hell was like. Those are the two secrets she revealed. What? She, dat is dus de maagd Maria, onthulde aan die kinderen hoe de hel eruit zag. What the hell is like, zei hij. Nou, ik weet hoe de hel eruit ziet. Jean-Paul Sartre heeft dat wat mij betreft prima samengevat. En Jean-Paul Sartre, dat was een Franse schrijver. Die had een relatie met Simone de Beauvoir. Een Fransman dus, allebei waren ze Fransen. En Jean-Paul Sartre heeft gezegd, l'enfer, c'est les autres. De hel, dat zijn de eikels in je omgeving. Zoals deze kerel, die zich vader laat noemen. Sterker nog, als je hem geen vader noemt, dan loopt hij bij je weg en dan komt de inquisitie terug en dan zit je in de bak voor belastingfraude. Leuk hoor. Nou, ik weet hoe de hel eruit ziet. Een van de medewerkers zie je hier in beeld. The third secret was a description of miseries, disasters, that would take place unless certain conditions were met. The Pope of 1960, John the 23rd, refused to meet those conditions. And therefore, as they say, we are now in the or. It was either or. Oké, dus er zou misère komen, tenzij er aan bepaalde voorwaarden waren voldaan. Jullie zijn net als ik razend nieuwsgierig welke voorwaarden dat waren. Maar dat gaat waar vader Malachi, laat me niet lachen, Martin, niet vertellen natuurlijk. Hij lult een beetje in de ruimte, net als David Icke met zijn multidimensionele computermens. Zo van, dat maakt niet uit man, het is allemaal hoe je het gewoon een beetje ervaart. Je moet gewoon goed ervaren, ja. En niet vertellen van wie de daders zijn. Nee, daar houdt de katholieke kerk niet van, want als we erachter komen wat ze allemaal uitgefroten hebben, dan halen we al die gebouwen omlaag.
En dan gaat zo'n kerel, die gaat mijn taakstraf doen. Kont te wassen in het bejaardentehuis. En ik heb een flatje van ergens drie hoog achter. Met een beetje zon in de ochtend. Want die lui die staan toch graag zo vroeg op. En ze gaan vroeg naar bed. Dus kamertje op het oosten lijkt me mooi genoeg. En weg ermee. Moeten ze gewoon persoonlijk aanpakken. Hoe durven dit soort mensen nog in de ronde te lopen en te urineren en te ontlasten en dan ook nog te praten? Want in het geval van vader Malachi Martin zou ik niet weten wat het verschil is tussen zijn... Ja, hij leeft niet meer. Maar neem zijn opvolger. Wat is het verschil tussen zijn urine, dat hij over ons heen pist. Zijn ontlasting, dat hij scheid heeft aan ons. En zijn woord waaruit dat blijkt. Ik zou zeggen een SM-bal in zijn mond. En die mag er een uur per dag uit om wat veganisme voedsel tot zich te nemen. Tenzij die genoeg afgetraind is dat hij leert om niet meer dit soort onzin uit te kramen. So the chastisements, these disasters predicted in the third sequence, are about to be loosed on us all, according to the Fatima doctrine. Okay, how does this third secret of Fatima have to deal with the New World Order? Well, dat is heel leuk, New World Order. Dit interview is halverwege de jaren 90, 97, we pinden er niet op vast, in de jaren 90. In 1990, op 11 september, uitte George Herbert Walker Bush, dat is de vader van George Walker Bush, en de zoon van Prescott Bush, die kampen in Prescott Bush heeft, die was het niet dat hij dat gefinancierd heeft, maar hij zat in de raad van het bestuur van een bank, waaraan werd gevraagd, hadden ze een investeringsvoorstel gekregen, dus een businessplan. En het ging om Auschwitz en dergelijke. En Prescott Bush heeft in zijn ongelooflijke wijsheid zijn handtekening gezet. Die mensen daar, dat waren katholieken. En die katholieken daar, die mochten fijne hekjes gaan bouwen. En de zogenaamde ongelovigen achter het hek stoppen. Dan met name Joden natuurlijk, want als de katholieken ergens de pesthekel aan hebben, is dat Joden. En ze hebben de schuld geschoven in de schoenen van de Duitsers. Ja, daar zal je deze man niet over horen. The third secret, interpreted on its face value, without going into the details of it, implies that the New World Order now being installed, in fact, between you and me and the Holy Spirit, Michael, it is installed in its grand lines now. Even wachten. Hij zegt net, between you and me and the Holy Spirit. Daar klopt iets niet mee. Christus Jezus heeft gezegd, daar waar er twee samen zijn in mijn naam, daar verschijn ik. Hij had dus moeten zeggen... Jij en ik in Christus, zoiets. Hè? En dat is de Heilige Geest. Als je samen in Christus bent, dan komt de Heilige Geest. Hij denkt op een of andere manier, joh, de katholieke kerk, die komt van de Romeinen, en hebben we Christus hebben we aan het kruis genageld, en daar zijn we nog steeds reuze tevreden mee. We hebben daarvan de Joden de schuld gegeven, en het waren de Romeinen. We hebben de Joden de schuld gegeven. We zijn er reuze blij mee, want door zijn heen gaan, want er staat in de Bijbel, komt de Heilige Geest en daar hebben we genoeg aan. Wat die vieze katholieken ook doen, is dat ze zeggen dat er een drie-eenheid is. Namelijk de Vader van Christus Jezus en de Heilige Geest. In de vorm van Maria.
Het is heel erg moeilijk voor ons mensen om de wereld te begrijpen. Laat staan het universum. De wereld op zich is al moeilijk genoeg. En ik denk niet dat ik voor het einde van mijn heen gaan de wereld helemaal zal begrepen hebben. Op mijn blazoen zal ook wel een vlekje zitten. Achteraf bezien. Maar je gaat niet doen alsof de maagd Maria de Heilige Geest is. Dat is verborgen vrouwenverering. En dat leidt ertoe dat je vrouwen dus kan overhalen van... Meisje, meisje, laat me je hartjes eraf halen. Meisje, meisje. En dan krijg je een boerka aan. Maar dan wel een zo'n nieuwerwetse mooie westerse. Niet zoals die Arabieren over straat gaan. Meisje, meisje, kom met je... Ja, ze scheren alle haren eraf. Nou, ga maar kijken. Ja, je beenharen mogen, die mag misschien... Nou, nee, die gaan er ook af. Nou, je okselhaar gaat eraf. Je hoofdhaar gaat eraf. En dan denk je van, ik ben alles kwijt. Ja, dat ben je ook, want je hebt al je bezittingen eraan moeten geven. En je zit er voor de rest van je leven achter een stapel stenen. En dan mag je gewoon voorover gebogen, mag je de aardbeien gaan onderhouden. En dan komt een mannelijke collega langs en die zegt... meisje, meisje, ik kom even controleren of je nog goed genoeg geschoren bent. Dat zijn viespeuken, die katholieken, dat wil je niet weten hoor. Is definitely something that will not last and that is unacceptable to God. Briefly it means that. Now, onacceptabel voor God. Wat is onacceptabel voor God? Wat we uit het Oude Testament weten was dat er een man was en die heette Job. Job met een B. God vond dat acceptabel, wat Job overkwam. Dus ja. We weten het verhaal van Sodom en Gomorra. Dat vond God ook onacceptabel. Nou, daar mag hij wel wat van gaan zeggen. Maar mensen, doen geen sodomie en loop niet de hele tijd te morren. Want dan gaat de hele boel naar de Rasmodee. Want dan wordt God wat er kwaad van. Maar dat zijn oude verhalen. Als hij christelijk is, had hij het moeten hebben over wat Christus Jezus onacceptabel vindt. En niet wat God... Of hij moet het ook doen. Of hij moet zeggen, ja, ik doe niet aan Christus Jezus. Ik doe gewoon aan het Oude Testament. En sodomie mag niet. En als het goed met je gaat, zoals Job, en het gaat toch fout met je, ja, is gewoon kiezen op elkaar... En volhouden. En het gezeik van je omgeving. L'enfer, c'est les autres. Oh, dat heb ik nog niet vertaald. De hel, dat zijn de anderen. L'enfer, c'est France. L'enfer, de hel, c'est les autres. Ja, dat is Job overkomen. Ja. Heb het daar dan over? Of je hebt het over Christus Jezus. En dan, dat laatste, dat woord, dat krijgt hij niet uit zijn mond. Hij is waarschijnlijk nog heel oud geworden ook. Nou, heb je dat weer? Because this new world order is built on money. It's built on the regulation of capital and the flow of capital and the flow of capital goods in the hands of an elite outside of which no country or nation can live. Witness how quickly North Korea has been brought to heel, having threatened us with missiles 2 years ago. They're now suing for participation in trade because they're going to die. Erg, hè? Ik ga het niet terughalen, want ik wil de uitzending niet te lang maken. Ik ga naar een uur. Hij zei net dat Noord-Korea bakzeil gehaald heeft. Want ze willen handel kunnen drijven. Naar de elite.
Maar wie is de elite dan? Rijke mensen? Al die rijke mensen die zijn of katholiek, of atheïst, of vrijmetselaar, of mormonist. Of Jehovah's getuige. Allemaal katholiek. En de katholieken die houden niet van het feit dat mensen handelen. Je mag wel handelen, natuurlijk mag je handelen, dat is op zich niet verboden. Alleen 10% is voorlopig van de paus. Hè? Want deze man die je nou ziet, die heeft geen dag in zijn wegen, in zijn leven, een schep in de grond gestoken. Of kippen gehouden, of kinderen naar school gebracht, of kinderen naar zwemles gebracht. Helemaal niet. Hij krijgt al zijn kleren van de katholieke kerk. En zijn bedje, en zijn ontbijtje, en zijn lunch, en zijn avondeten. En dan mocht hij ook nog af en toe naar het nonnenklooster, om te controleren of die nonnen wel goed geschoren waren. Ja, dat laatste beticht ik hem niet van. Maar één of meer van zijn collega's wel, hoor. En hij zwijgt daarover in alle talen. No nation can live without participating in this new world order. And that is the genuine, that's the nuts and bolts of the new world order. And it has several organs, of course. It has the Bureau of International Settlements. Daar maakt hij een fout. Hij heeft het over de BIS. En dat is niet het Bureau van Internationale Overeenkomsten. Maar de bank. Dat is de centrale bank van de wereld. En de centrale bank van de wereld is van het Vaticaan. Het is zijn bank. Dus hij doet alsof de BIS... Ja, dat is een, dat zijn de elite. En ja, dat zijn hele... Ja, dat is een, bla, 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 bla. Het is gewoon de katholieke kerk. En dan moet hij gewoon recht vooruit komen. Het is gewoon jammer dat we deze man niet op de brandstapel hebben kunnen zetten. En dit is een satire. Want ik wil hem niet op de brandstapel. Ik wil dat hij gewoon, maar dat kan niet meer. Die gaat konter wassen in het bejaardentehuis. En dan krijgt hij extra voedselbonnen. Kan hij ook een keer een vega burger kopen. Naar een dag hard werken. Composed of the presidents of the big central banks. Mr. Greenspan is a member, for instance. But it means that, for instance, our Congress and Senate and President, the executive and the legislative, will not be making certain decisions. They will be fulfilling certain decisions imposed on them from outside. This is one of the prices we pay. Yep. Wat hij net zei. Alan Greenspan. Dat is een hofjood. Zo heet dat. Er zijn Joodse mensen. Ik ga om met Joodse mensen. Ze kijken een beetje merkwaardig naar mij. Van jij bent een christen en je gaat met ons om. Ja, dat komt omdat het de katholieke kerk is geweest die de schuld van die kruisiging heeft geschoven in de schoenen van de Joden. Dat ben ik nooit geweest. Want ik weet dat na de kruisiging van Jezus en na zijn heengaan is daar een beweging ontstaan. En die bestond voor 80-90% uit Joodse mensen. Aan die mensen heb ik te danken dat ik weet van het woord van Christus Jezus. Alan Greenspan is een Jood. Oké, nou ja, prima. Een hofjood. Een katholieke Jood. En gaat hij dan een beetje Alan Greenspan? Joe. En dan heeft hij het over het congres en de senaat. En dan zegt hij dus... Dit is echt ongelooflijk smerige, subversief taalgebruik. Ik zou iedereen willen oproepen om zijn paintball gun uit het vet te halen. En zoek een opvolger op van vader Malachi Martin. Vader Lamani Lachi. Hij zegt dat het congres en de senaat... onder controle staat van een externe organisatie, en dat is dan maar zo. Third secret implies that this is the very opposite of the kingdom of God.
Now, 1990, you published The Keys of This Blood. And again, like I said, this is the book that kind of turned me on to you. Yes. The subtitle of this book is Pope John Paul II versus Russia and the West for control of the New World Order. Gaat over Paus Johannes II versus Rusland, en het Westen. Om de nieuwe wereldorde te bestrijden. Het is de paus die nieuwe wereldorde is. Het is de paus die altijd al die wereldorde wilde. De nieuwe wereldorde is niets meer dan het veranderen van de naam van je product. M&M's, dat heette vroeger tweets of zo. Het heette anders. Ze hebben de naam veranderd, meer niet. En hij lult er lekker over mee. Maar het maakt hem niet uit. Hij weet wel degelijk dat ze 500 miljoen van ons hebben gechopt. En die vrouwen die overbleven, die hebben ze gebangbangd. En die vrouwen hadden natuurlijk geen man meer, want die mannen waren gechopt. Dus al die vrouwen moesten met hun dikke buik naar de overheidsinstantie. En daar stond dus een voorganger van, laat me niet lachen, Martin. Ja, lekker op te wachten. Oh, kom maar binnen. Ja, lekker kindjes inpakken. En de wijf kan je ook nog wel een keertje pakken. Schaamteloos is deze man. Ik heb een keer gezegd, en daar sta ik nog steeds achter, voor onwetendheid geldt geen vergeving. Je kan tegenwoordig niet meer zeggen, ik heb dat niet gewoest. Jullie weten er allemaal van. En je loopt achter Mark Rutte aan. Je snapt het gevaar niet. De rattenvanger van Hamelen heb je hier in beeld. This stuff that you're saying, and of course the book, and I again, you know, I've stated that this book is a very timely piece of current events work. You've done a very good job with it. Er zit de presentator hem te prijzen over zijn boek. Maar waarom? Laat hij dan een citaat voorlezen. Als hij dat boek gelezen heeft en daarvan onder de indruk was, dan zou hij toch moeten zeggen, ik vond het een mooi boek en vooral hoofdstuk 4. En dan de eerste alinea. Ik lees hem even voor de luisteraars, zodat die kunnen weten waarom ik het zo een goed boek vind. Doet hij niet. Hij zegt alleen maar, hij zit gewoon op zijn Amsterdams gezegd. Hij zit gewoon zijn reet te likken. Kind of boil this down for us. How does Russia and the United States and the Pope figure into this grand design, if you will? Well, I'll tell you, Michael, it comes down to this, that both of them can't win. Snap je hem? Het boek gaat dus over het Vaticaan, Rusland en het Westen. Dan vraagt hij aan vader, laat me niet lachen, Martin, waar gaat het over? En zijn antwoord is, ze kunnen niet alle twee winnen. Ja, nou heb ik dus rekenen geleerd. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen kan ik ook. 22 gedeeld door 7 is 3,14. We hebben het over het Vaticaan, Rusland en het Westen. Dat zijn er volgens mij 3. Dus dat boek gaat erover dat de strijd alleen maar is tussen Rusland en het Westen. En ze kunnen niet allebei winnen. Maar wie is die derde die hij niet noemt?
Dat kan alleen maar het Vaticaan zijn. Er was vroeger zo'n spelletje, dat heette Cluedo. En dan moest je zeggen, het was dokter White. En die heeft in de zolderkamer die en die vermoord met het gif. Een beetje puzzelen. En dan hoor je gewoon de propaganda van de katholieke kerk. En snap je hopelijk hoe ongelooflijk gevaarlijk deze mensen zijn. En dat je ze echt moet exposeren. Ik zeg niet dat je dood moet schieten. Ik zou ook helemaal geen Siankali kelders maken. Als je dat toch gaat doen, dan zou ik het altijd op een verhoging doen. Dus dat als je een gaskamer maakt, zal het je even uitleggen. Maar dan heb je altijd een trapje omhoog. Maar als je de gaskamer in de kelder maakt, onder de grond, dat is wel leuk voor die mensen die dan lekker trapje af kunnen en dan vergast worden, maar niet zo handig hè, qua logica en logistiek. Maar dat kan je wel doen, dan maken we een gaskamer en die zetten we ergens bij Engelsman plaats en dan doen we gewoon van die grote ferries er naartoe en dan tuut en al die mensen omhoog lopen op de trap, zodat die lijken gewoon in één keer naar beneden gehopt kunnen worden. Hebben die zeehondjes ook lekker wat te eten. Moet je wel even wachten dat de cyankali er goed uit is. Maar met cyanide, gewoon een waterstofcyanide. Gewoon een zeehondjes voeren. En dan flikker je gewoon omlaag in de Waddenzee. Kijk, dat is goed nadenken, maar dat wil ik niet. Helemaal niet. Ik wil dat de opvolgelingen van deze man, vader, laat me niet lachen, Martin, dat die tot bekering komen. En berouw gaan tonen. Wat ze van puinhoop hebben gemaakt van het huis van mijn vader. Met al die huilende kinderen en gescheiden vrouwen en sodomitische zonen. Zal ik nog een keer dat verhaal vertellen dat ik dus een biecht hoorde van een zoon van een vriendin van mij. En die was 19. En hij was dronken en hij zei tegen zijn moeder van, mam, ik ben uit de kast gekomen, weet je dat wel? En zijn moeder zei, jongen, dit is al de derde keer dat je dat mij vertelt. Laat hij zich daar zorgen over maken, die opvolgers. Het is hun schuld. Al die toestanden. En de BTW gaat binnenkort naar 23%, want deze jas van die man die je nou ziet, dat was nog te betalen. Maar tegenwoordig, man, ze willen Maseratis rijden en Porsches. Vijf keer per jaar op vakantie, naar verre bestemmingen, naar eenzame eilanden. En ik hier maar zitten in mijn flatje, waar ik reuze tevreden mee ben. Op loopafstand van alles. Mijn fiets is gestolen door de in beslag genomen. Het is ook een beetje mijn eigen schuld. Maar ik denk dat ze die fiets hebben ze wel ergens aan een. Die verkopen ze weer. Fietsen, ik hou er toch niet van. Ik heb twee benen. Een Birkenstock, als ik er toch even reclame mag maken. Maar Birkenstock. Moeilijk aan te komen tegenwoordig, maar het is een goede schoen hoor. Gaat jaren mee. En dat paar van mij, dat kostte €80. Heb ik al twee keer de zool laten vervangen. En dat was een paar tientjes. Je bent je schoenen even kwijt, maar dan heb je weer nieuw loopmateriaal. Zo wil je toch leven? Ik heb toch helemaal geen zin aan bezit. En deze homo, in de slechte zin van het woord, wel. The God that John Paul II stands for and the Christ he's supposed to believe in and lead his people to venerate. Wat zei hij nou? The Christ that he is supposed to believe in? Hoeveel Christussen zijn er dan? De katholieke kerk is niet van Christus Jezus.
Hij ook niet. Absoluut niet. Anders had hij gewoon op straat gelopen met het Nieuwe Testament in zijn hand en was hij naar Hyde Park gegaan en had hij de Mohammedanen een lesje geleerd. Met Romeinen 12 vers 19. En trouwens, die Mohammedanen moet je een lesje leren met Matthäus 6. En daar mag meneer vader, laat me niet lachen, Martin, ook een keertje, ja, hij leeft niet meer. Maar zoek een opvolger van hem. Misschien moet ik zelf gaan bellen met de katholieke kerk. Hebben die eigenlijk een telefoonnummer? Hoe durven ze te beweren dat ze christelijke organisatie zijn? Hoe kan ik mij als christen verenigen met een organisatie die vindt dat als een priester zich vergrijpt aan een klein kind, dat ik moet zeggen, oh, als de paus het maar goed vindt. En er zijn er mensen in mijn omgeving en die zeggen van, ja, maar er zijn ook protestanten en die hebben ook kinderen verneukt, zoals de Jehovah's getuigen. Ja, dat zijn geen christenen. Christen, noem mij één christen die ze vergrepen heeft aan een kind. Gewoon naam, adres, familierelaties, zeg het maar. Maar het was geen christen. Want als je je vergrijpt aan een kind, dan ben je geen christen. En je kan wel zeggen van, ja, maar als we alle mensen die zich vergrijpen aan kinderen, die laten we dan wel erbij hoor. Want anders hebben we, ja, nee, helemaal niet. Als iemand zich vergrijpt aan een kind, dan gaat hij maar opsodomieteren. Hoezo denk je bij kinderen aan seks? En die man die zegt er helemaal niks van, nou, gaan we lekker door. Man. Hij speelt een dood. He cannot be served by the New World Order, which is a purely human, non-theistic, non-Christ-like, non-Christian arrangement of the human affairs. Exact. Dus non-human, non-Christ-like. Dus niet menselijk, niet op Christen lijkend. Inderdaad. Want tot nu toe is het enige leven dat beschreven is opgetekend, is van Christus Jezus. Zo zou iedereen moeten leven. Daarom heet Christus Jezus ook de enig geboren Zoon van God. Ik ga gewoon toch lekker door. Want het is zo. Nee, weet je wat, ik rond deze even af. En dan maken we hier twee delen van. Ja? Dus blijf maar hangen voor het tweede deel. Je kan hem zo weer terug afluisteren. En op zijn hamburgers, want dat vind ik wel leuk. Hè? Op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lieverds.